Als ik mensen vertel wat ik doe, wat we hier doen bij Modern Samurai, namelijk het helpen van mannen bij het vinden van een geluk, het zoeken en het creëren van een geluk, dan krijg ik vaak de vraag, ja maar hoe word ik dan gelukkig? Beste mensen, ik wil het daar precies vandaag met je over gaan hebben. Hoe word je nou gelukkig? Geluk is iets wat wij met z'n allen craven, zoals ze dat in het Engels noemen. Iedereen zoekt naar zijn of haar geluk. Man of vrouw, maakt niet uit. Oud of jong, iedereen zoekt naar zijn vorm van geluk. Kijk maar naar het nieuws. Alle vluchtelingen die deze kant op komen, doen dat, wat je er ook allemaal van vindt, in de kern om hun geluk te vinden. Maar weet je, dan is het belangrijk om te begrijpen wat geluk dan betekent voor je. Wanneer ben je gelukkig en wanneer niet? Wanneer ervaar je geluk en wanneer niet? Dus geluk is voor iedereen anders. Alleen er zijn een bepaald aantal basisvoorwaarden waar je aan wil voldoen en dat creëert een gelukkig gevoel. Want een gelukkig gevoel betekent dat we in ons lichaam hormonen aanmaken, dat onze hersenen stimuleert, die geven een signaaltje af. En dat vinden we fijn. Dat is een endorfine en dat vinden we fijn. Als je nou gelukkig wilt zijn, dan moet je je afvragen, wat is dan het tegenovergestelde van gelukkig, dus ongelukkig. Wat is nou de allerdiepste, zwartste periode in jouw leven geweest? Wanneer was jij nou het meest ongelukkig? Ja, dat kan van alles zijn, weet je. Dat kan zijn dat je iemand dierbaar verloren hebt. Dat kan zijn dat je zelf ellende hebt meegemaakt waar je echt ongelukkig van wordt. Waar je de zin van het leven niet meer kunt inzien. Waarin je zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende vormen van ongeluk kunnen we hebben. Voor mij was het mijn scheiding. Ik ben 4 jaar geleden gescheiden. We waren 15 jaar bij elkaar, waarvan 7 jaar getrouwd. En ja, toen dat stopte, stortte mijn wereld in. Weet je, ik was echt diep ongelukkig. En dat heeft best een periode geduurd voordat ik eruit kwam. Voordat ik weer zin kreeg in de leuke dingen. Voordat ik weer echt weer lol kon hebben. En niet dat er een soort van sluimerend gevoel kon zijn, of moest zijn, of bleef zijn, van ik voel me gewoon kloten. En dat ken je ongetwijfeld. Iedereen heeft dat soort periodes wel eens gehad. Iedereen, als je het niet hebt gehad, bless you, maar dan is de kans groot dat je die nog gaat krijgen, in welke vorm dan ook. Al is het al bijvoorbeeld dat je ouders sterven. Weet je, dat zijn van die dingen wat je liever niet zou mee willen maken, maar wat als het gaat zoals het hoort te gaan, dan is dat wel zoals het gebeurt. En dat kan je heel erg ongelukkig maken. En dat kan soms jaren duren. En dat betekent niet dat je in die tijd niet lol kunt maken en geen plezier kunt maken, maar dat er toch altijd die sluimerende laag onder kunt zitten, waardoor je dat ongelukkige gevoel kunt blijven houden. En wat kun je er nou aan doen om dat te doorbreken? Om daartegen te zeggen van ik wil dat verdwijnt. Ik wil dat helemaal uit mijn leven is. En dat ik echt weer vol kan genieten van het leven. Dat ik kan genieten van mijn familie, van mijn vrienden, van mijn werk, van de leuke dingen die ik doe. Van het mooie weer, van het leven zoals we dat hier hebben. Want we hebben helemaal geen slecht leven. Weet je? In principe is het leven in Nederland helemaal niet slecht. Natuurlijk kan altijd beter, hè? En we kunnen altijd in een situatie zitten dat je daardoor in dat ongelukkige gevoel kunt blijven hangen. Maar ik heb iemand in mijn omgeving die daar op een hele positieve manier altijd in staat, terwijl die ongeneeslijk ziek is. Al jaren is die ongeneeslijk ziek en weet hij dat het nooit beter gaat worden. Het wordt alleen maar slechter en het houdt op een gegeven moment gewoon op dat hij echt niks meer kan. En toch, als je hem spreekt, dan straalt hij een bepaalde positiviteit uit waar je zoveel energie uit kunt halen en alleen maar waardering voor kan hebben, dat hij ook zo in het leven kan staan. En dat wil niet zeggen dat hij het negeert of dat hij er niet mee bezig is, want het beheert zijn dagelijks leven natuurlijk. Maar hij is niet per se ongelukkig. Althans, zo komt hij op mij niet over.
Wat het ook is wat je meemaakt of mee hebt gemaakt of waar je in zit, geloof dat dit niet het einde is. Weet je, er is een manier om te zorgen dat je je eigen geluk terug kunt vinden. Een van de dingen die ik geleerd heb toen ik zeg maar, herstelde uit mijn scheidingsperiode, na mijn scheiding, is dat ik heel erg bewust ben gaan leven. Ik ben heel erg bewust geworden van, ik ben hier. Ik ben hier op deze wereld. Ik woon in Nederland, ik woon in Leiden. Ik doe dit soort werk, ik heb deze vrienden, dit is mijn familie. Dit is mijn leven. En dat is een bewustwording die je kunt hebben om te zorgen dat je ook begrijpt dat dat dus waarde heeft. En kun je het waarderen dat ik een dak boven mijn hoofd heb en dat ik eten op tafel heb staan en dat ik leuke dingen kan doen en dat ik mijn ouders nog heb en dat ik familie en vrienden heb. Dat ik een gelukkig leven kan hebben. Als ik ervoor opensta, dan kan ik een gelukkig leven hebben. En dat is een hele belangrijke om jezelf zeg maar te realiseren, dat je, ja, dat je daar bewust van wordt. En dat betekent dus ook dat je niet alles op de automatische piloot moet doen. Dat je niet alles maar gewoon moet laten gaan zoals het is en maar moet voor lief moet nemen dat het zo is. Want het is niet altijd zoals het is. Het is niet altijd goed. Weet je, als je geen ongeluk kent, kun je ook niet snappen wat geluk betekent. Het is feitelijk de natuur. Het is de balans van de natuur. De natuur bestaat altijd uit tegenpolen. Het is altijd van iets twee keer in de natuur. Er is nooit iets maar één keer. Er is altijd een soort van tegenpol daarvan. Kijk, simpel, donker en licht, koud en warm, man en vrouw, yin, yang. Weet je, het zijn altijd tegenpolen die daardoor met elkaar zorgen voor een balans. Dus op het moment dat jij alleen maar geluk kent en geen ongeluk kent, kun je dat geluk ook nooit waarderen. Dus we hebben ongeluk nodig om dat geluk te kunnen vinden. En dat is ook wel wat mooier daarvan, weet je? Want op het moment dat we dat ongeluk kunnen oppakken en daar iets mee kunnen doen, dat we eraan kunnen gaan kneden, dat we dat kunnen gaan verbouwen, dat we daarmee aan de slag kunnen, dan kunnen we er ook voor zorgen dat het iets wordt waardoor we er gelukkig van worden. Dan kun je ervan leren, dan kun je daar inspiratie uit doen. Het zijn allemaal onderdelen die ervoor zorgen dat je zelf naar dat geluk toe werkt. Neem dus ook nooit iets aan als vanzelfsprekend, want morgen hoeft het er niet meer te zijn. We weten niet wat de toekomst ons brengt. We weten niet wat er gebeurt over een maand, een dag, een jaar, een uur. Je weet het niet. Je kunt het proberen te plannen, je kunt het proberen te structureren. En dat doen we ook zo goed als we kunnen, hè? Want we hebben een planning, we hebben een weekindeling. We werken van die dagen tot die dagen en de meeste mensen werken in het door de week, maar er zijn ook mensen die in het weekend werken. Weet je, dat is allemaal heel erg duidelijk vast omlijnd. Maar ja, als je ziek wordt, dan word je ziek, kun je niet meer werken. Dus dan valt die planning in het honderd. Dus je weet niet wat er gebeurt. En als je dat realiseert, dat dat ook echt zo is, dan mag je er dus ook niet van uitgaan dat alles morgen nog is zoals het nu is. En dat betekent dat je ook weer terugkomt waar we het eigenlijk de vorige keer over gehad hebben, over dat je bewust nu moet leven, dat je ook bewust moet zijn wat er nu gebeurt. Hè, die ene ademteug die nooit meer terugkomt. Dat principe, daar moet je van genieten dat dat zo is. Het was vandaag hartstikke lekker weer. En ik heb er niet van genoten in de zin dat ik naar buiten ben geweest en daar heel erg mee iets buiten heb kunnen doen. Maar ik heb er wel van genoten dat het zonnetje lekker scheen. Dat het naar binnen scheen. Dat het gewoon lekker hier de boel verwarmde. En dat het ziet er allemaal vrolijker uit. Ik vind het er daardoor vrolijker uitzien als dat de hele dag regent. Dus waardeer de dingen zoals ze zijn. En hoe klein ze ook soms zijn, weet je. Dus dat maakt er niet uit. Het feit dat het juist een mooi gegeven is. Dat het mooi weer is. Daar mag je blij om zijn dat dat zo is. Want ja, het had ook slecht weer kunnen zijn. En dan was je nat geworden als je boodschappen had moeten doen. Dus toen ik vanmiddag boodschappen ging doen, ja, werd ik niet nat. Sterker nog, het was lekker warm.
Ik had het zonnetje op mijn hoofd. Ja, daar mag je van genieten. En dat soort kleine dingen, die helpen je erbij om dat stukje geluk te ervaren. Om je gelukkig te kunnen voelen. En dat moet je ook, denk ik, klein doen. Ik doe dat tenminste, ik begin daar klein mee. Ik ben daar klein mee begonnen. Toen ik in mijn scheiding lag, toen ben ik ook gewoon rond gaan rijden door Nederland. Ik ben een autoliefhebber, dus ik rij graag. Ja, nou ja, als je je prettig voelt als je auto rijdt, ga dan een stukje auto rijden. Of ga een stukje fietsen. Of ga iets doen waar je plezier aan beleeft. En ook al is het niet iets, zeg maar, niet waar je bewust van bent dat je dat leuk vindt. Hè? Want ik kan me voorstellen als jij in een rotperiode zit. Ja, maar ik heb geen zin in dat. En ik heb geen zin in dat. En ik wil gewoon lekker thuis blijven en binnen blijven. En alle deuren en ramen dicht. Ja, dat is oké, voor een tijdje. Weet je, dat mag natuurlijk allemaal. We hebben allemaal onze momenten dat we rust willen hebben en geen gezeik aan ons hoofd. Maar probeer ook juist erop uit te gaan. Probeer dingen te doen met mensen. Probeer samen met mensen waar je van houdt. He, vertel de mensen waar je mee bent. Vertel dat je van ze houdt. Dat je om je ouders geeft, dat je om je familie geeft, je broer, je zus, je kinderen, je vrouw, je opa, iedereen die in jouw leven is en er voor jou is en er met jou is. Vertel ze dat je van ze houdt. En vertel ze dat niet alleen van ik hou van je, maar laat het ook blijken. Door er te zijn, door leuke dingen samen te doen, door aandacht te hebben voor ze. En door ze te waarderen dat ze er zijn. En hoe ongelooflijk klote jij je kunt voelen. En trust me, I've been there. Zo belangrijk waren zij er voor mij. Mijn ouders, mijn broer en zijn vrouw en zijn kinderen. En mijn hele vriendenkring. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik niet wegzonk in zelfmedelijden. En dat het allemaal heel erg was en verschrikkelijk. En dat ik, nou ja, hoe je je kunt voelen als je je zo voelt. Zij hebben ervoor gezorgd dat zij dat duwtje in de rug waren voor me. Op het moment dat het nodig was. Als ik me even in de put voelde. Dat ik bij ze langs kon. Dat ze me van raad voorzagen. Ook al was dat niet altijd de raad die ik wilde hebben. Of daar uiteindelijk niks mee deed. Dat mag ook, weet je. Je hoeft niet altijd. Het is niet dat zij voor jou dingen gaan bepalen. Maar ze kunnen je helpen. En dat helpen, dat helpt jou om jouw geluk terug te krijgen. Om dat geluk terug te vinden. Binnen Modern Samurai hebben we het over het terugvinden en het zoeken van je geluk. En daar bedoelen we mee dat je geluk moet je niet alleen zoeken. Hè, dat zoek je in de dingen die je leuk vindt. Maar dat moet je dus ook vinden. En er zit een verschil tussen zoeken en vinden. En als jij iets zoekt, dan wil dat niet per se zeggen dat je het ook vindt. Maar als jij jezelf bewust benoemt dat jij geluk wilt vinden, dan vind je dat ook. Want dat is jouw doel. Jouw doel is het vinden en jouw doel is niet meer het zoeken. Het is een woordgrap of een woordspeling, maar ons brein reageert daar wel op. En dat werkt volgens hetzelfde principe als denk eens niet aan een roze olifant. Je kunt je brein programmeren om dingen te bedenken of om dingen te doen. Dat noemen ze in neurolinguïstisch programmeren. Dus door te zeggen, niet vind je geluk, maar zoek je geluk, daarmee zorg je dat je ook daadwerkelijk je geluk gaat vinden. Sorry, ik zeg het verkeerd. Vind je geluk en niet zoek je geluk, want daardoor ga je je geluk vinden. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat jij je geluk gaat creëren, dat je zelf het heft in handen neemt om je geluk te maken, om je gelukkig te laten voelen, om je gelukkig te laten zijn. Want alleen maar het vinden van geluk, dat lijkt als een soort random gebeurtenis. Hè? Van ik loop toevallig op straat en toevallig vind ik daar een euro. Nou, dat is mooi mazzel. Maar hoeveel effect heb ik daarop gehad? Hoeveel grip heb ik op die situatie gehad? Ja, dat ik daar toevallig liep. Dus het is niet alleen een kwestie dat jij je geluk moet vinden,
op het moment dat die euro er ligt, moet je hem vinden. Dus je moet er wel voor openstaan, je moet hem vinden. Maar je moet ook ervoor zorgen dat je je eigen geluk kunt creëren. Dat je het zelf kunt maken. Want als je je eigen geluk kunt maken, dan heb je namelijk een instrument in handen om op elk moment dat jij je ongelukkig voelt, om te zeggen, oké, ik wil nu twee dingen doen. Of ik blijf hangen in dat zelfmedelijden, ik trek alle gordijnen dicht, ik ga de hele dag alleen maar televisie kijken. Of ik sta op, ik stap onder de douche, ik kleed me aan en ik ga iets doen waar ik weet dat ik gelukkig van word. En dat kan van alles zijn. Hè? Voor mij is dat bijvoorbeeld het maken van muziek. Als ik muziek maak, dan word ik daar gelukkig van. Dus als ik mij niet lekker voel, als ik mij ongelukkig voel, dan pak ik mijn gitaar en dan ga ik spelen. En daar hoef je helemaal geen topmuzikant voor te zijn, want dat ben ik absoluut niet. Maar het ermee bezig zijn, dat geeft mij de lol en dat maakt mij weer gelukkig. Maar dat kunnen ook andere dingen zijn. Dat kan ook zijn doordat ik bij mijn broertje langs ga. En we daar samen gaan gamen met z'n tweeën. Dat is toch anders dan dat je in je eentje gaat zitten gamen. Of dat je, nou ja, verzin het maar. Wat het ook is waar jij van weet dat jij gelukkig wordt, ga dat doen. En dan hoor ik je vragen, oké, maar hoe weet ik nou waar ik gelukkig van word? Want ik zou het niet weten. Ja, daar zul je dus voor op ontdekkingsreis moeten gaan. Maar ik weet zeker dat er, ik bedoel, je bent oud en wijs genoeg, je hebt levenservaring genoeg, of je nou 20 bent en dit kijkt, of je bent 60 en je dit kijkt. Jij weet best waar jij gelukkig van kan worden, of waar jij in het verleden gelukkig van werd. Toen ik uit die scheiding kwam, ging ik er ook over nadenken. Waar word ik nou gelukkig van? Wat vind ik nou echt leuk? Ja, ik vond Aikido heel leuk, maar dat was wel meer dan 20 jaar geleden. Ja, dat zou dan toch wel niet meer kunnen en waar moet ik dat dan doen? En dan moet ik weer naar een school en die mensen ken ik allemaal niet. En dat is natuurlijk allemaal een beetje eng ook en zo. Ja, dus? Wil je nou gelukkiger worden of niet? Dus doe dat. Ik ben naar die Aikido school gegaan. En ik heb dat weer gedaan. Ik heb het niet lang gedaan, want ik was wel 20 jaar ouder geworden. En mijn lichaam deed niet meer precies wat ik wilde dat het deed. En daardoor heb ik me geblesseerd. En ja, had ik niet meer het gevoel dat Aikido hetgeen is wat ik echt zoek. Maar het leuke was daardoor wel, ik bedoel niet dat ik Aikido niet leuk meer vond, want ik vind Aikido nog steeds een hele mooie sport. En de gedachte daarachter, dat herken je in wat we hier doen bij Modern Samurai. Daar zitten die zeven Bushido-waarden zitten daar ook achter. Dus er zitten heel veel raakvlakken met wat Aikido als kernelement in zich heeft en wat wij hier bij Modern Samurai ook doen. In ieder geval dezelfde gedachtegoed dragen we daarin mee. Dus daar draag ik Aikido natuurlijk een heel hard, warm hart in. Maar ik heb daar mensen leren kennen. En die mensen, dat zijn weer vrienden geworden. En daar heb ik weer nieuwe contacten mee op gedaan. Daar heb ik weer nieuwe dingen in ontdekt. Daar heb ik bijvoorbeeld de Samurai Game in ontdekt. Nou, daar kunnen we nog een keertje een hele aparte aflevering over maken. Want wat de Samurai Game doet, is een soort, ja, zeg maar, een soort workshop. Een life-changing mindfulness workshop. Waar je ook weer volgens die Bushido-waarden en met Aikido-achtige achtergronden tot nieuwe ontdekkingen over jezelf komt. Ga ik nog wel een keer wat over vertellen. Maar kan ik je zeker aanraden om daar eens naar te kijken. Als jij into dit soort dingen bent, hè, vechtsporten, Aikido, Judo, Karate, dat soort dingen. Samurai Game, Google dat maar eens. Maar goed, dus doordat je dat gaat doen, zie je dat je weer nieuwe dingen ontdekt. Ik heb shihatsu massage ontdekt. Ja, dat was onwijs tof om te doen. Dus ik ben shihatsu massage gaan leren. Het is, alles wat je gaat doen, creëert weer nieuwe kansen, waardoor je op zoek, niet meer alleen maar op zoek gaat en het dan maar per ongeluk vindt, maar je creëert een situatie waarin je zelf de controle terugneemt en het heft in handen neemt om je eigen geluk te creëren. En het niet meer laat afhangen van wat anderen op jou toe afzenden. Want
Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Op het moment dat jij keuzes uitstelt of geen keuzes maakt, maken andere mensen keuzes voor je. En heb je dus geen grip op de situatie. Dus kan het best zijn dat de uitkomst van die keuze niet is wat je eigenlijk had gewild. Ja, dat is natuurlijk met je geluk idem dito. Op het moment dat jij geen grip neemt over de situatie, als je geen controle neemt over de situatie, dan overkomen jouw dingen. En dan word je dus een slachtoffer. En als je een slachtoffer bent, dan gebeurt jou iets waar je dus niks aan kunt doen, waar je dus eigenlijk alleen maar ellende van hebt. En dus ongelukkig van wordt. Dus stap uit die slachtofferrol. En niet als zijnde van, oh, ik ben nu slachtoffer en ik stop ermee. Nee, doe dat door zelf grip te krijgen op de situatie. Door zelf je eigen geluk te willen creëren. En ja, dat is moeilijk. Dat is ongelooflijk moeilijk. Maar als jij diep van binnen te raden gaat en goed bedenkt wat jou gelukkig maakt, wat voor activiteiten maken jou gelukkig. En dat mag echt van alles zijn. Dat mag postzegels verzamelen zijn van mijn part. Of dat mag skydiven zijn. Wat het ook is, ga dat doen. Want jij wordt daar gelukkig van. En dat is alles wat er telt. Want op het moment dat jij er gelukkig van wordt, creëer je voor jezelf het instrument om je eigen geluk te creëren. Daarmee creëer je eigenlijk de keuze die je zelf mag maken wanneer jij gelukkig wilt zijn. En dat is de allerbelangrijkste keuze die jij kan maken. Als je nou deze video inspirerend vond, leuk vond, interessant vond, deel hem dan met minimaal 2 of 3 mensen. Deel het via Facebook of via Twitter of gewoon via YouTube of stuur het mailtje door of wat het ook is. Maar stuur deze video dan gewoon door naar iemand. Weet je, dat helpt mij om zoveel mensen dit verhaal te kunnen brengen. En als jij vindt en als jij denkt dat jij andere mensen hiermee kunt helpen, stuur het gerust door. Graag zelfs. En als je dan toch bezig bent, abonneer je dan meteen even op ons kanaal. Op YouTube, om daar bij Modern Samurai even op subscribe te klikken. En dan lid te worden van ons videokanaal. Dan mis je dus ook nooit meer deze video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.